Hey, wat leuk dat je kijkt naar onze reis van 2015 naar Canada. Bij zonsondergang kwamen we deze prachtige trein tegen, de Rocky Mountaineer. Je kunt er prachtige reizen mee maken, dwars door de Rocky Mountains. Fantastisch, wel nog een beetje prijzig. Deze reis was voor ons weer een mooie combinatie. We zijn begonnen in Banff en zo zijn we naar boven gegaan, bij Rocky Mountain House weer uitgekomen en een stuk van het platteland gezien. Vervolgens zijn we naar Zuid-Alberta gegaan en weer terug naar de Rocky Mountains en zo door de bergen richting BC, waar we ook nog een mooie ronde gemaakt hebben. Een veelzijdige reis waar je dus een combinatie ziet van prachtig natuurschoon, wilde dieren, maar ook prachtige grote machines. Deze reis begin september. Dan begint de herfst zijn intrede te doen en zien we prachtige kleuren. De Indian Summer, althans het begin ervan. Konden er echt wel van genieten hoor. En er werd ook nog wat geoogst en de laatste sneegras werd ook nog gemaaid. Dit kwam allemaal in Canada. Zo tegen oktober wordt het laatste graan geoogst en gaan ze verder met de koolzaad. Onderweg kwamen we nog prachtige dingen tegen, zoals deze Big Bud. Wat een machtige machine. Thank you.
Zuid-Alberta. Omdat hier weinig tot geen bomen staan, kun je eigenlijk helemaal niet zien hoe hard het waait. Johan probeert een rondje te lopen, maar dat valt nog niet helemaal mee. We bezoeken daar ook Johan en Linda, onze naamgenoten. Zij wonen in Bow Island en hebben daar een akkerbouwbedrijf. Akkerbouw in Zuid-Alberta is afhankelijk van irrigatiekanalen. De kanalen komen veelal uit de Rocky Mountains vandaan. Het is het smeltwater. Wat je in Zuid-Alberta veel tegenkomt, is prefabhuizen. Die worden gebouwd op een plek, helemaal op een vrachtwagen gezet en verplaatst. Een bijzonder fenomeen als je het ziet. Rijden we in westelijke richting terug naar de Rocky Mountains, maar eerst gaan we naar beneden. Tegen de Amerikaanse grens aan ligt het National Park Waterton Lake. Dat grenst aan Amerika en aan de andere kant van de grens ligt Glacier National Park. We zijn dit keer de grens niet over geweest, dat bewaren we voor de volgende keer.
waterton, waar we ook het dorpje bezochten en lekker wat gegeten hebben, rijden we weer door richting BC. We vliegen terug vanaf Vancouver, dus we maken een mooi rondje door BC heen. We nemen daarbij de meest zuidelijke route. Als we nog wat tijd over hebben, maken we nog een ander rondje. Onderweg komen we een stukje land tegen waar mais heeft gestaan. Tussen de bomen heeft de boer nog wat laten staan. En daar zien we een zwarte beer. Die zit lekker zijn buikje rond te eten voor de winter. Kennen, weten dat wij niet van drukte houden. We waren iets te vroeg in Vancouver. We zouden daar nog een rondje rijden, maar we hadden allebei zoiets van laten we de rust nog even opzoeken, laten we nog even lekker van genieten. Dus we zijn omgedraaid en we zijn teruggegaan naar Jasper National Park, waar we een mooi rondje gemaakt hebben en nog een stukje Alberta ingegaan zijn. Toch weer wat moois tegen. Koolzaaddorsen. We hebben even met verwondering staan kijken. Wat gaat dat toch mooi. Zuiden van het dorpje Westlock is Westlock Tractor Parts. Dat is een grote sloperij met allemaal landbouwmachines. Je kijkt je ogen uit. We hebben de auto geparkeerd en we vroegen of we een rondje mochten doen. In ruil voor onze autosleutel kregen we de sleutel van een golfcar. Dan hoefden we niet het hele stuk te lopen. Geweldig om zo even tussen die oude meuk rond te rijden.
kleine rondje boven Edmonton zijn we teruggegaan naar Jasper National Park. Daar vandaan moesten we terug naar Vancouver. We hebben de weg genomen richting Kamloops en daar vandaan richting Cates Creek en zijn we de 99 naar beneden afgezakt. Een hele mooie route waarbij je ook langs Whistler komt, waar de Olympische Spelen gehouden zijn.